Ik ben Klazina, getrouwd met Huip. Ik kom uit Zuid-Beverland en daar heb ik Huip ontmoet. Ik ben in Zierikzee gaan werken en hij is daar ook komen werken. En toen zijn we getrouwd. Gaan wonen in een buitenwijk van de stad. Huip is geboren in de binnenstad. Ja, ik ben in de binnenstad van Zierikzee geboren. Zierikzee ligt op Schaandiveland. Dat is twee eilanden boven Zuid-Beveland. Ja. En ik ben begonnen met mijn werk in Goes. Het ligt op Zuid-Beveland. En daar heb ik Klazina ook al een beetje leren kennen. En toen zijn we getrouwd. We wonen nu aan de rand van Zierikzee. En we hebben vier kinders. Ja. En die spreken allemaal Zeeuws. Ja. Het leuke is, één van onze kinderen woont er in Zeeland. Die praat Zeeuws met zijn vrouw. Andere drie woont er een van in Friesland. En die praat ook gewoon Zeeuws met zijn vrouw. Ja. Maar we hebben ook onze verschillen in het Zeeuws. Betaten. Ja. In Engels potatoes. En op Zuid-Beveland zeggen ze betaten. Ja, betaten. Ja. En wij zeggen op Schouwen, zeggen we erpels. Nou, en nog een ander voorbeeld is kaas in het Nederlands. Ik zeg kees. En Huip zegt? Kees. Nuanceverschil in de A. Ja. Kunnen we nog meer dingen verzinnen? Ja. Onze kinders die zijn op een dorp naar scholen gegaan bij ons op Schouwen. En die namen heel sterk dat dialect van dat dorp weer over. Ja, want de eerste 4 jaar, toen ze klein waren, spraken ze net als ter moeder Zuid-Beverlands. Toen gingen ze naar scholen en toen spraken ze binnen een mum van tiet, net als ter vader. Schouwen Duvelands. Ja. Maar het was natuurlijk wel spannend. Wat zou het nou winnen aan de tafel? Hè? Want een moeder heeft natuurlijk altijd veel invloed op de kinders. Maar uiteindelijk heeft Erpels het gewonnen. Ja, dus. De vader heeft gewonnen. Ja. Ja, hoe ver ben je? Nou, we zullen toch maar proberen onze kleinkinders wat Zeeuws aan te leren. Maar ze moeten ons blijven kunnen verstaan. Ja, en ze zijn nog ontzettend klein. Want ten ene is we 4, maar ja, die woont niet in Zeeland. Dus ze worden lastiger. Die andere ben 1 jaar. En een kind van 1 jaar, die kan je van alles tegen vertellen. Maar of ze dat ook opnemen, dat zal later blijken. Dus we hopen het. We hopen ook dat onze kinderen het hun toch een beetje leren. Wij proberen het in elk geval wat te promoten. Ja, want de Zeeuwse talen is de mooiste van alle mellen. Ja, dus daarom geven we ze ook boekjes met de geschiedenis van Zeeland in het Zeeuws. Juist.